door het oog van de naald, Thomas? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dus het was niet goed. Maar uiteindelijk zitten we wel in de koker weer, Jim. Dat is het belangrijkste, hè? Ja, nou, daarvoor zijn we hier gekomen. Maar we hadden het wel graag wat makkelijker gehad, ja. Wat is dat toch? Want aan de voorkant weet je van, je treft een club die opportunistisch gaat spelen. Je kent de verhalen van vroeger, hè? Geen de Muiden, ging Aarde er ook uit in de eerste ronde. Waarom is het dan toch zwaar? Ja, het is voor die jongens natuurlijk de wedstrijd van het jaar. Volle bakje thuis. En ja, wij legden gewoon te weinig op de mat. Eerste helft zeker, baltempo te laag. Daarna tweede helft heb je een fase dat het iets beter gaat. Dan scoor je ook twee keer. Maar vlak voor tijd kom je weer goed weg, ja, met die bal. Dus, maar goed, dat weet je ook. Wedstrijd is gewoon in de kokertje. Geen woorden aan vuil maken, joh. Ja, je gaat mee voor een helftje, maar dat heb je niet gehaald, hè? Nee. Nou ja, ik had al iets in mijn kuit. En hij liep helemaal vol. Hij is ook keihard, dus even in prikken, denk ik. Je staat er om te lachen. Nee, ja, moet je dan hebben gewonnen. En nu gewoon zorgen dat ik vrijdag kan spelen. Dat is belangrijk. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken, natuurlijk. Ik speel toch ook met gebroken dingen? Lijp ben je ook eigenlijk, hè? Nee, joh, ik speel gewoon wat ik ook heb. Ik speel altijd. Oké, maar je wordt wel de matchwinnaar hier. Je kiest bewust voor die tweede helft. Had de ploeg dan jou ook echt nodig? Nou, weet ik niet. Maar je speelt drie wedstrijden in de week. Dus Mario 45 gespeeld, ik heb 45 gespeeld. En ook richting aankomende vrijdag weer 90, dat we weer 90 kunnen spelen. Dus ja, dan had de club, had het team mij nodig voor nu even een paar minuten, toch? Vorig jaar hadden we het over warme ballen. Daar wil ik het eigenlijk nu weer over hebben. Wie hoop je? Warme ballen? Je zal nu kou hebben, maar ik bedoel de loting van zaterdag. Op wie hoop je? Zo makkelijk mogelijk. Ik wil gewoon ver komen in de beker, dus geen Ajax uit of zo. Wie dan wel? Ik weet niet wie er allemaal doorgaat, Jim. Dus, een amateurclub weer. Ja, dat zou lekker zijn. Derop Werker, heb jij een verklaring waarom het zo lastig ging vanavond? Lag on zelf. We hadden zoveel balverlies dat je eigenlijk de tegenstander in de wedstrijd helpt. En dat was eigenlijk de reden waarom het slecht was. Ja, maar na 3 minuten kon je al 1-0 achterstaan met die bal op de lat. Nee, precies. Begin gewoon slap. Volgens mij was dat een corner, de eerste bal. Worden gewoon een afspraak niet nagekomen. Die jongen kan vrij inkopen. Ja, dan begint het al. En je moet gewoon scherp beginnen. En dat weet je van tevoren. En dan gebeurt het toch niet. Dat is wel frustrerend. Wat mij nou zo fascineert is dat je aan de voorkant zegt, amateurclub spelen in de wedstrijd van het jaar. Al die clichés laat je erop los. En dan toch gebeurt het wel, hè? Ja, nee, precies wat je zegt. Je weet het van tevoren. Die wedstrijden heb ik al meerdere jaren meegemaakt. Je weet dat het altijd moeilijk is. Maar toch gebeurt het steeds weer. En dat is gewoon een mentale kwestie. En dat mag ons niet gebeuren, punt. Je mocht vandaag starten. Ben je dan een beetje huiverig omdat je dit soort wedstrijden kent? Nee, voor mij is het wel lekker om te spelen. De laatste week met invalbeurten moeten doen. En nu kon ik weer een hele wedstrijd spelen. Dus voor mij wel lekker. Hoe kijk je daar tegenaan dat je het nu met invalbeurten moet doen? Ja, dat is gewoon resultaten waar we in het begin niet denderen natuurlijk. Dan gaat de trainer schrijven, dat is logisch. En ik probeer nu belangrijk te zijn voor het team met mijn invalbeurten. Om daar te laten zien wat ik kan. En daar gaat mijn kans wel weer komen. En dat betekent dat je ervan uitgaat dat je ook vrijdag speelt? Nee, dat moet je aan de trainer vragen wie speelt. Maar ik wil altijd spelen. En ik ben beschikbaar voor de trainer als hij me nodig heeft. Even terug naar de beker. Je gaat door. Maakt even niet uit hoe. Wie hoop je nu? Oh, mij maakt niet zoveel uit. Ik zou wel een mooie thuiswedstrijd. Tegen een grotere club is altijd mooi. Vol stadion. Dat zijn de mooiste wedstrijden. Dus dat zou wel leuk zijn. Je had vandaag de aanvoerdersband om. Halverwege de wedstrijd DMF af. En je eindigde er ook weer eens mee. Volgens mij een uniek statistiek. Ja, nee. Tootje kwam erin. En hij staat hoger in de rang van aanvoerder. Dus dan krijgt hij de band. Dat is logisch. Maar helaas moest hij eruit weer. Dus dan krijg ik de band weer terug. Tot slot. Wanneer ben je voor het laatst geïnterviewd in een douche? Ik kan me niet herinneren de laatste keer. Dus het heeft wel, wat u zei, de charme van het amateurvoetbal. Ja, dus, hoort er een beetje bij, hè? Hoort een beetje bij, zeker. Het is druk, veel pers, ook onder andere voor jullie trainer. Dus dan gaan we maar in een hoekje in de douche staan. Gelukkig gaat hij niet aan. Goede reis terug. Dankjewel.